Yeah, that was a filthy move from Anya. Go away, woman! Zit je allemaal te piepen nou? Nee, ik hou niet van verven. This is where my lack of professionality comes running around the corner. This should be flush. En hier is Wim. En Wim is heel zielig. Ah, ik ben zo super zielig. Want Wim heeft griep. Ik ben echt zielig. Een echte mannengriep. Man flu. Maar voel je al wat beter? Of? Nou, na die keer dat ik overboord gehangen heb, vond ik het al lekkerder. En nu? Nee, nou, nog twee keer niet echt, nee. Nee, zieltje. Ja, ik ben heel zielig. Heel, heel zielig. Ik ga maar gauw weg, ja, want de lucht van de krentenbollen is niet echt... Krentenbollen zijn mooi, maar die lucht... Nee, oh, dat is een beetje zielig, hè? Want kijk, ik heb wel hele mooie krentenbollen gebakken. Want ik kon niet verven vandaag. Dus die zien er wel erg goed uit, vind ik zelf. Kijk, ik heb hier lekkere krentenbollen. Go away, woman! Oh. Ik geloof niet dat dat zo'n goed idee was. Maar ze zien er zo goed uit. Ja, ze zien er ontzettend goed uit. Maar... Ik ga jullie even vertellen dat ik een fantastische echtgenoot heb. Want die gaat 's morgens voor mij gaat een pannenkoek bakken omdat ik daar trek in heb. Nou, dat is toch lief. Ja, ja, maar je bent een schat. Ja, dat is zo. En ik moet zeggen, ze zijn heel erg lekker. Dat is zo. Maar voel je alweer wel beter? Ja, ik heb weer honger en zo. En ik gewoon, maar het is ook weer lekker weer. Het is zonnetje, blauwe lucht. Wordt tijd voor lente, wordt tijd voor nieuwe dingen. Maar eerst boot afmaken. Ik kan het zeggen, we zijn nog niet weg. Dit zit niet helemaal vast, hè? Nee, maar ik heb hem al een paar keer vastgedraaid, maar dat kan wel los. Begin van het einde. Nou, ik wil sowieso nog een andere pan, hoor. Stevig, iets gewoon roestverstaal met het handvat, de roestverstaalde handvat er gewoon aangelast. Aangepunt last. Dit gaat. Nou, morgen gaat natuurlijk fout. Ja, goed. Wacht, er moet wel kaas op natuurlijk voor mij. Dus trouwens, het is bijna op. De kaas? Nee, slag. Ja, maar dat is toch goed, allebei twee toch? Heb je genoeg? Ik heb er eigenlijk toch? Zou ik twee zaltjes laten maken? Wim! Nee! En het goed. Nog een keer. Kijk eens even. Dat was een dubbele. Wat er staat het nut van? Oh ja. Yeah. Ik weet niet. Wat is het nut van een circus? Wat is het nut van... Het is entertainment. Het is entertainment. Zo. Kijk nou uit, joh! Wim! Ging goed, zag je het? Blijft die voor jou eens. Niet helemaal goed. Ja, helemaal anders. Ja, maar die... Kijk, zit er een scheur in. Zie je? Maar die plak ik dan. Die plak ik met kaas. Voldoende kaas. Wat? Zet er bij jou ook twee plakken op. Dat is lekker. En ik heb maple syrup gevonden, kijk. Maple syrup. Ahorn syrup. Scroppo d'archero. Archero. Siroop d'érable. Esdoornsiroop. Oké. Okay. Ik denk dat het lekker is. Ik mis de stroop vanuit Nederland. Ik mis de stroop vanuit Nederland. De echte suikerstroop. Een schenkstroop. Maar dit is ook een goede... Kijk, het lekkerste is... Als je pannenkoek met bacon en kaas hebt... En dan... En soms nog champignonnetjes en uitjes, maar zonder is ook goed. En dan zo'n lekkere dikke laag met echte Nederlandse suikerstroop eroverheen. Ik hou van Nederland. I love 0031. Komt het overtuigend over? Hey, moet je kijken, nou, dat gaat goed. Oh, nou is hij in elkaar geplakt. Hey, gaat goed. Dat edit ik gewoon uit de video.
Ik ga eten. Ja, dat is goed. Nu schat, even snel. Ja. Moet ik jou filmen, want wordt hier gewerkt. Ja, maar ik ben al wel even een paar jaar bezig. Dus... Een paar jaar bezig? Ja. Nee, ik denk dat het vandaag wel afkomt. Ja, ik hoop dat ik de eerste laag eroverheen kan doen. Dat zou wel leuk zijn. En dan morgen de tweede laag. En dan is het morgen klaar. Dat zou prettig zijn. Ja. These are not all the doors below them. And we don't have much space to do this, so the bedroom is Anya's working place now. She applies a transparent water-based primer. After that, she's gonna apply two layers of water-based paint, white. And after that, she needs a vacation. Or coffee, made by her loving husband. Okay. With chocolate, vitamin C. Yeah, yeah. Looks good, babe. Zit je allemaal te piepen nou? Nee, ik hou niet van verven. Dus dat gaat ook altijd fout. Maar wat gaat er fout dan? Ja, nu nog niks, maar dat is primer. Daar kan je niks aan verzieken. Ik heb alle vertrouwen in. Nou, dat is fijn. That's white. Ja, de combinatie wit-blauw. Ja, ja, dat denk ik ook. At first sight, this doesn't look promising, maybe, but this is going to be a kind of cupboard. There will be a heater, and there's some room left to put other stuff. And here is going to be a counter. So I have to remove all this, whatever it is, kind of mica, because I want to glue wood on wood, and not some kind of plastic. Maybe it's not necessary, but just to be sure. Sorry, I sometimes forget to film stuff because busy working, and then I just forget. So, little update, this and this are the only saws I have to work with. And because I have to make a 22 and a half degrees edge here, because this is gonna be like zzz, and then zzz, I need to do that with my fan. It's not easy, but it looks like a decent job. Oh yeah. And here it is to fit around the fuel line. So this is where my lack of professionality comes running around the corner. Look, this should be flush. And I measured everything two times. But if I want to have this flush, you get this. Thing is that this wall is not in a 90 degree angle with the countertop, not precisely. So when I measured this, it was not parallel with this. They're not parallel with that. So I think I need a lot of epoxy putty. We just got the new wood from the wood store. And look, it's just fitting. Ja, je moet even helpen. Ja, gaat ie. Past het niet? Ja, hij past wel. Ja, ho! Ja. This boat has had a lot of owners, and one of the things about having a lot of owners is that everybody has his own IDs, which is okay, but you get a lot of holes in the boat everywhere.
because everyone wants to fit something new somewhere else. So one of the things, there were two big 120 watt speakers in this hole, which is fine, of course. People want to have music in the boat. For us, not necessary, and the speakers were gone anyway. The outer cones were rotted away. So we just removed them, and we're gonna close those holes. And something else from an earlier owner, I think from two earlier owners, there were sockets here, 220 volt or 12 volt, can't remember. All the English ones. Luckily, there is epoxy. Not so luckily, there's no epoxy here, so we need to order it via the internet in Athens, which is 5 hours drive from here. And there's not much internet, web shopping, kebabi in Greece. But there was a little left in the boat. The previous owner has left all his tools and epoxy and other stuff. Kitchen stuff, everything he left in the boat, so that's a good thing. But we need to be a little creative, because also the cotton filler or glass balloons or whatever you want to use to make a good epoxy glue is just not here. Also couldn't find any in web shops here, so we tried something else, and that is wood dust. I read it somewhere in the internet that even professional people, especially in the past, use this to make a glue. So I tried it. I found in the local hardware store where they also do wood, I could get some of the sawing dust, and I tried it. It is sketchy. It's not the best solution. So I tried to find the right mix to make a glue. It looks like it works. So we'll see when this is ready, when this is hardened out, how it looks. Okay, that was it for now. I didn't do that much. We didn't do that much because I was sick for a few days. And I hope you enjoyed it anyway. The weather gets better here in the south of Greece. We love it. A little sun, blue sky. Looky look. Blue sky. Sun somewhere. And there's the sun. Next time, troubles with the epoxy and some more closet for the diesel heater. I hope next time I can build it in. Oh, by the way, with those raisin buns, yeah, that was a filthy move from Anya. But I think I deserved it. When she was pregnant from our first child, we were laying in bed, faces to watch each other. And when she woke up, the only thing I said was, greasy sausage. She was gone. And she threw up 3 times. So I think I get it coming. I felt bad about it, but it was fun anyway. So if you want to see more of this, subscribe. And we like it if you like it. So if you like it, give us a thumb up. I hope you enjoyed this video. See you next week. Bye.